elke week Grasduin 1000 Zonnen in het archief van de VRT op zoek naar een locatie met een verhaal. Deze week gaan we terug naar 1997 met Windkracht 10. Acteur Ludo Buschot speelde toen de boordmechanicien. En vandaag keert hij terug naar de basis in Kokseide, samen met zijn toenmalige flight engineer Jo Ruga. Hey Ludo. Rest. Wat is tof van u terug te zien in Kokseide. De tralen komen in mijn ogen. Is het waar? Ja, ik ben hier toegekomen en ik hoorde al direct een hover van de Seeking. Ja. En een paar mensen gezien en direct was het van... Hey, Windkracht 10. Alles kwam en dan, terug. En even... Voor ons was het ook een heel leuke periode, maar wel een drukke periode. We hadden onze militaire taken, we hadden ook de opnames van Windkracht 10. Maar door de bekendheid moesten we op iedere pensekermis gaan staan met een Seeking. En, dan, ja. En heeft dat dan meer recrutering opgeleverd? Ja, enorm. Blijkbaar komt er nu nog altijd fanmail toe. Dus zoveel jaar na datum. Dus, het was ook raar dat de mensen vaak dachten dus dat jullie zelf vlogen. Hè. Cargo door is open. Cargo is control. Voilà. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, en dan zat ik hier op mijn... kussentje en dan een camera, maar er was ook iemand die dus met een plantenspuit water in mijn gezicht spoot. Dan was er ook iemand die met een rookmachine wolken maakte. Er was ook iemand die van achteraan die namenhelikopter begon te schudden om dus te maken dat dat ding dus bewoog. En dan winst ik mensen op die dan ja, die op de grond lagen. Dan hadden ze daar een badkuip gelegd met water in, zodat een duiker zogezegd uit de zee kwam. En dan droop die van het water en dan bracht hij die zo terug binnen. Dat was, ja, allemaal namaak. Cargador is closed, pilot is control. Het was ook zo, we hadden geen enkel vrouwelijke piloot op dat moment. Dus aan curvels. Ja, dat wilde zeggen, als we dus zogezegd vlogen in de namaakhelikopter, dan was dat echt aan curvels. Maar als we dan beelden schoten in de echte helikopter, vliegend, was het een piloot, een man. Ja. Dan moest hij een pruik opzetten, een blonde pruik met een paardenstaart en daarover zijn helm. Ja, ik zie een cargo. Voilà. En het ruikt naar helikopter. Het is niet altijd plezant geweest. We hebben ook eens één keer een vlucht gehad met een hele zware pannen, zullen we het maar noemen. Als daar uit het dak olie kwam en wij zaten hier vanachter met alleen maar mensen van de VRT. Je weet onmiddellijk dat het serieus is. De echte flight engineer gaat tussen de twee piloten zitten om van alles te checken. We hebben dan nog 20 minuten gevlogen met iets dat op elk moment zou kunnen ontploffen. En ja, we hebben het gehaald. Ja, we hebben niet alleen goede vriendschappen aan overhouden. Ik hoop het. Niet alleen goede herinneringen, maar ook zelfs bepaalde gebruiken. Ah, wat? Weet je wat dat wilde zeggen? Nee. Ik had vernomen dat juwelen, dus ringen of zo, dat hij niet toegelaten was aan boord. Dus ik deed die dus altijd af. Maar ik was getrouwd met Lies en ik was ontzettend verliefd op mijn vrouw. En wat ik deed was dus op de plaats van de ring een kusje geven en dan op de helikopter slaan. En dat was eigenlijk de bedoeling was van, liefste Lies, ik zie u graag en tegelijkertijd, we houden vaart voor de Seeking.